Yo, oké, dit moet even. Ja! Ja! Oké, jij moet nog iets die kant op. Er zit even. Pas op, we hebben een snoertje hier nog eens even. Ja, er zit nog een snoertje. Zo, nou dan gaan we. Yo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video op mijn kanaal GamersRoo. En in deze video ben ik samen met Sam. Hi! Hi! Vis! Waarom zijn we gewoon vis? Hi, vis. Ja, dit niveau is nu aanwezig. Maar jongens, we gaan vandaag in deze video gaan we vraagjes van jullie gaan we beantwoorden. We hebben het op Insta en op YouTube gewoon gevraagd. En het gaat over ons twee, dus we gaan allebei antwoord geven op de vragen. Dus laten we maar beginnen met de eerste vraag. Matthijs van der Wouw vraagt, wat zou je doen met 30 miljoen euro? Nou, ik zou natuurlijk eerst een huis gaan kopen. En dan zou ik een gekke game room kelder iets maken zoals gewoon een gekke studio. Rukbunker. En wat zou jij doen? Ja, gewoon één mancave bouwen gewoon. Gewoon één huis kopen met één kelder en daar gewoon allemaal shit in kelderen. Wacht even. Dank je. Ja, gewoon één gekke set. Gewoon ook een gekke huis. En een auto. Ja, dat ook. Ja, dat, ja. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk gewoon die standaard dingen. Gewoon met je een auto, een huis. Een setup. Geld overhouden voor een verder leven. Voedsel. Een bediende. Ja. Een ober. Ober. Wat is de meneer? Komt hij met zijn doekje. Laat maar even zo'n sick. Ja, dat is wel sick, ja. Ja, gewoon een setup. Ja, auto. En een huis en een auto. En ja. Een boot misschien. Echt waar een fuck over. Ik denk dat ik op zich 30 miljoen. Je kan gewoon leven. Je hoeft niet meer te werken. Dus ik zou gewoon... Gewoon een huis kopen, ja. Een boot. En, nee, geen boot, een auto bedoel ik. Ja. En setup. Een setup. Ja, en de rest gewoon houden voor de rest even. Staat vanzelf. Ja, de volgende vraag is van Kars Nijmeijer. En hij vraagt, hoe oud zijn jullie? Nou, Sam, hoe oud ben je? Ik ben 13. Ligt het aan mij? Of... Ik vind het nog steeds niet kloppen. Wat dan? Nee. Dat weet ik niet. Ik denk dat iedereen het wel... Laat even in de reacties achter of je dacht dat Sam 13 was. Ja, of je wist het al, maar... Ik zou echt denken, ja, weet ik niet. Vooral je stem, dat is het echt. Hallo. Want die video van Jan, hè, toen was ik 13, 12, zoiets. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En in deze video, dat is een hele speciale video. Jullie zien nu dat ik in de lobby van Jaraski zit. En ik ben 15. Oh ja, dat was ook daar ging het ook om nog, ja. Nou, Isimania die vraagt of wij nog goede voornemens voor 2018 hebben. Nou, wat heb jij? Ik kan afvallen. Ik ga in ieder geval ook. Waarom kan ik niet? Nee, ik denk ik stoppen met roken. Oh, daarom heb je zo'n stem. Ja, nee jongen. Ik ben perfect. Mijn gebied. Alleen subcount nog, die moet nog wel wat hoger. Moet je parcours aan? Ja. Oh ja, goede voornemens, dat was het. Ja. Ja, nee. Ik sowieso mijn examen halen. Ja, ja oké, dat is wel een dingetje. En dan veel aan YouTube doen in de vakantie en afval. Meer bewegen. Meer bewegen. Yeah. Ik heb eigenlijk geen idee. Ja, weet ik, ja. Je hebt geen examen. Ik heb geen examen. Je rookt niet veel. Ik rook niet veel. Je drinkt niet ook niet. Ik drink niet zoveel. Drugs ook niet. Ja. Ja. De 10.000 abonnees halen. 10.000 abonnees. Dat kan. Je hebt een heel jaar. De volgende vraag is van Ignas Bulke. En die vraagt, hoeveel abonnees wil je halen in 2018? Ja, 10 kop. Nou, 10 kop. Ik, ja, 20.000 of zo. Dat lijkt me wel gewoon nice. Ja. Je weet niet hoe ver het gaat komen. Dat zien we vanzelf, hè. Maar kijk. 20.000, hoeft het nog maar bijna, ja, bijna 6.000 nog. En dan hebben we het al. Ja, dat is dubbele van mij. Dus bijna, met je bijna. Ja, maar jij een heel jaar, ja. Gaan we niet meer over hebben. Volgende vraag. Volgende vraag. Kelvin die vraagt waar wij elkaar van kennen. Ja. Voor die? Die was wel mooi. Mooi gezegd. Ja, we hebben moeite met de vragen. Ja, we hebben echt. Dat is echt niet normaal. Oh. Ja, van de kindercrash. Even rekenen van wat. Wat zegt hij nou? Kinderke. En het was zeg maar, Anke en ik waren live. Iedereen en we hadden iets van, 400 abonnees. Ja. 300, zo. Zoiets. De laatste zo. 5? 4? 1000? Nee. Was het
2. Nee, 1200. Ja, daar had je nog even mee gefeliciteerd. Het was pittig weinig nog. En toen ging het moeilijk snel bij Dylan, dat weet ik nog wel. Het was 1200, 1500, 2 kop, 3 kop. Met IW was het net. Ja, IW was dat. Toen ging het echt wel nice, ja. Ja, maar daar ging het helemaal niet om. Ja, hey. We dwalen weer helemaal af. Maar er was iets van, Dylan had toen 1200 abonnees, weet ik nog wel. En die kwam naar ons. En wij dachten zo van, oh, die guy heeft veel subs, weet je wel. Dus laten we hem aandacht. Zij zei van, wij waren echt van die aasgieren. Dat zeg je eerlijk. Sub. Ja, sub, ja. Sub. Meenemen. Het was ja. Toen kwamen er een stuk of 3 van die mensen met over de 1000 subs. En toen zeiden wij zo, ja, dat moet je alle gaan opnemen. We hadden zo'n Skype-call aangemaakt. Dat weet ik nog heel goed. Ik spreek die andere mensen spreek ik gewoon helemaal niet meer. Nee, ik ook niet. Die sprak ik toen wel heel veel. Ik niet. Nee, Dylan niet. Die zat echt zo van, yo, ik moet jullie eigenlijk helemaal niet. Ze was echt gewoon de hoek in te duwen. Toen zei hij van, yo, koop een PlayStation. Ik heb een PlayStation gekocht. Wij waren helemaal blij. Hey. Ik zeg tegen Dylan, yo, een PlayStation geld. Nice, zegt hij. Heb je ook iets van Zeewan? Op de PC. Op de PC. Zeg je, nee, ik was zo... Tom, ik eet van Zeewan kopen. Ja, en toen begon het steeds. Meer te gamen, hier en daar opnemen. Opnemen en zo. En nu hebben we elkaar. Jij woont helemaal aan de andere kant van. Ja. Ik woon echt al across Nederland van hem gewoon, maar dat maakt niet uit. Maar nou hebben we elkaar al wel 2 keer gezien. Ja. En dat gewoon. En gevoeld ook vooral. Sam bij mij, dus dat even duidelijk is. Ik zit hier gewoon, ik doe niks. Precies. Ja, maar dat is een beetje het verhaal erachter. Dat gewoon via YouTube je vriendschap kan opbouwen. Is best wel nice. Ik zeg je eerlijk. De volgende vraag is van Luc van Veldhoven. Hij vraagt, wat wil je nog bereiken in 2017? Nou, ik de 14k. Ik hoef er, wat zal het zijn? Hey, wat wil je nog doen in 2017? Ik wil graag nog vuurwerk afsteken. Hij wil vuurwerk afsteken. Ik wil de 14k. Ja, de 14k. Voor ja, ik kan geen doelen stellen. De ene keer gaat het zo... Ja, op zich, nu gaat het wel omhoog. Ja, nu gaat het zo. Maar ja, dan kijk je over een paar maanden gaat het zo. En dan op een gegeven moment gaat het gewoon weer zo. Hey. Hey, ze hebben op Sam, hij heeft het nodig. Oké. Dit is mijn camera trouwens. Ja, anders krijgt hij een tik. Geinige Fits vraagt, liever 200k op Insta of 20.000 abonnees op je YouTube kanaal? Ik ben zo benieuwd wat jij nu gaat zeggen. Hè? Ik ga het zeggen. Natuurlijk, ik zit redelijk in de buurt van de 20k. Ja, ik ben fucking slim. Dus ik zou voor de 200k instaan, want kan je daar, sub op mij. Ja, precies. Krijg je alsnog 20k. We krijgen alsnog 20k erbij, gewoon. Ja. Ja, ik denk dat, ja, het is voor iedereen, ik denk dat jij het ook zou doen. Je bent veel groter op Insta. Kijk, als ik echt, 20k is ook nice, maar ik heb dat al bijna. In ieder geval, ik denk dat ik het wel ga halen, hoop ik. Please. God. Ja, dan, Ja, nee, maar daar kan je gewoon heel veel van profiteren. En als je 200k volgers hebt. Dan wordt het er ook zo 250k. Ja. Dan wordt dat er zo weer 300. Zeg je, maak zo'n post van, yo, sub op mijn YouTube kanaal, Linky. Ja, en dan krijg je er weer 50, nou, no. 10.000 bij op je YouTube kanaal. Dan zit je zo op de 20.000. Basinke, die vraagt aan ons welke video we van elkaar het beste vinden. Nou, moet ik eerst dus, of jij? Ja, maar... We hebben video's uitgezocht van elkaar. Van elkaar. Uitgezocht. Godverdomme. Uitgezocht. Nou, we hebben dus video's van elkaar uitgekozen. En ik heb één video die ik het leukst vond. Ja, nou, het is niet het leukste. Dat was die met die Sam Stink. Maar toen wist je al welke kant. Ja, toen wist ik al welke. Toen af van. Nou, ik heb de video dat je tv van Enzo hebt gewonnen. En dat je naar de Dutch YouTube Gathering ging. Dat vond ik ook wel leuk. Puur omdat ik de topcomment heb. Ik denk gewoon, mooi niet dus. Ik heb deze video niet gekozen omdat ik er zelf in voorkom. Oké. Nee, echt niet. Het was gewoon puur, we hebben hier gewoon de leukste momenten in gehad. Samen met Thijs ook natuurlijk, je weet al welke het is. Oh ja, hebben we het laatst nog over gehad. Mag ik hem raden? Ja, het is die GTA video dat je zelf. Ja, dan is het de video. Ja, klopt. Ik wacht wel even op jullie. Jongens, waar ben je? What the fuck was dat? Ik vond hem gewoon zo maar mooi. Maar gewoon de timing, hoe alles verliep. Ja, inderdaad. Met die muziekje. Die scheet van Anko. Oh, wat was dat, ouwe? Dat was mijn ontbijt. Gewoon echt. Alles wat er toen gebeurde, gewoon in die video, dat was gewoon mooi. Nou, dames en heren, dit was de Q&A met Sam. Hey. Ik wil Sam dus bedanken om mee te doen, want dat was dit was wel een geinige Q&A. Ja, ik vond het wel leuk. Dat is een mooi ding. We hebben natuurlijk een... Ondanks dat jij er was het toch wel leuk. Ja. Die opmerking...
Nee, sorry. Ik wou net zeggen, abonneer op Sam's kanaal, maar dat overweeg ik nu misschien om niet te zeggen. Dit was echt niet... Nee, dat was niet aardig. Hé, dit is nog wel steeds mijn camera, hè? Abonneer op Sam's kanaal. Bedankt voor het leven van de camera. Graag gedaan. Tot bij de volgende video. Later. Doei doei.